We staan nu op de Wallen. Dit is de plek waar Amsterdam is begonnen. Dat begint met aardewallen langs de Amstel, plekken om op te wonen. Als havenstad groeit dit ook uit als een gebied van entertainment. Dus je kan hier eten en drinken en slapen en natuurlijk is er ook prostitutie. Het gaat eeuwenlang best goed met al die entertainment, maar in het begin van de 20e eeuw nemen Chinese matrozen opium mee. En in de jaren 70 krijg je Duitse heroïne-junkies die hier dagelijks overlijden. Dat is te gortig, die boven het opgeruimd door de politie en de buurt. En vanaf dat moment is het voornaamste gevaar de hoeveelheid mensen, de hoeveelheid toeristen. He? Dat gaat zo ver dat op een gegeven moment een toerist zich afvraagt, wanneer gaan de wallen eigenlijk 's avonds dicht? Hoe laat? Het enige wat tot nu toe echt in staat is geweest om de wallen dicht te krijgen is de coronacrisis. En na de coronacrisis moeten we uitzoeken hoe we dat dan wat rustiger kunnen krijgen hier.